Nou, ik heb weer een nieuw project. Dit keer ben ik een vovo-dumper aan het bouwen van het merk Brudder. Alleen deze wordt dus volledig van metaal. Alleen de cabine die blijft dus origineel zoals Brudder deze levert, van kunststof. Maar verder de bak van metaal, de complete chassis van metaal, dus de Volvo, de A60H. Die heb ik eens een keertje eerder gebouwd, maar dan met 6 elektromotoren erin. En ik wou nou eens toch eens iets heel anders. Want het is natuurlijk mooi, alles op stroom, maar mechanisch is toch wel beter. En gewicht is natuurlijk ook interessant. Alles op hydrauliek, dus het sturen, het kiepen. En ik zal zeggen, kijk even rustig mee. Ik zeg er al wel bij, dit is een lang project. Ik zal af en toe iedere keer een paar filmpjes op YouTube zetten. Omdat gewoon om de reden, het is best veel werk. En om alles dus te maken, versnellingsbak en de hele toestand, dat kost gewoon ontiegelijk veel tijd. En je moet niet van mij verwachten dus dat ik elke week een filmpje erop zet. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Ik zal zeggen, kijk rustig mee in mijn film. En het begin is er al. Ik heb dus al het een of ander gedaan. Ik dacht, ik ga dat niet allemaal filmen. Omdat ik dus, als ik dat ga lassen en ga denken en doen. Maar ik heb dus al een basis, heb ik al. En hier ga ik dus mee verder. Nou. Zoals je al ziet, hij kan alle kanten op. Dus als het onderstel... Hij kan gewoon draaien. Hij kan gewoon dus... Dus in principe zoals hij ook in het echt is. Is dus de bak. Als hij dus omvalt, blijft de cabine staan. Zelf hier een knikstuk voor gemaakt. Twee achter elkaar. Dus dat ik dus... als ik dan draai. Dat ik dus bijna stik om kan draaien. En hij draait nog steeds. Dat was dus ook de bedoeling. Nou. Dit alles is heb ik van messing gemaakt. Nou, kun je ook wel zien. Alles in lagers, alles gelagerd. En hij is nog niet helemaal stabiel. Want ik ben ermee bezig. Maar dat moet toch nog weer uit elkaar. Dus hier moeten ook nog hydrauliekcilinders aankomen en alles. Dus daar ga ik ook nog mee bezig. Maar dat komt dus dat komt vanzelf in de film naar voren. Ja, wat ik dus al zeg. De cabine. Ik heb dus even het onderstel heb ik er zo even aan gefabriceerd. Hier komt dus nog een versnellingsbak. Komt er nog bij tussen. Ik weet niet waar ik dus de tank voor de olie. Dus dat hier voorin komt. Hoe of wat dan ook de hele indeling. Dus dat is nog niet, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar daar kom ik dus in de loop van het project kom ik daar vanzelf wel achter. Nou, zoals u kunt zien, is dit dus eigenlijk dus de basis. Hè? Dus de Volvo dumper. Ik ga dus nieuwe velgen draaien met andere banden. En de velgjes die worden dus volledig van aluminium. De bak. Wordt ook volledig van metaal. Ik heb hem nog wel van plastic. Maar dat is even om alles even te passen en na te meten natuurlijk. Hè. Maar je wil graag natuurlijk wel alles op schaal houden. Dit is trouwens een schaal 1 op 16. Heb ik eens gebouwd en die staat dus ook op YouTube. En hij doet het vertreffelijk. Maar het kiepen ook. Dat gaat dus volledig elektrisch. En het sturen met servo's en... Dat ga ik dus nu eigenlijk helemaal veranderen. Nou, dan wat ik al zeg. De cabine die wil ik dus volledig laten bestaan. Omdat die gewoon perfect is. En dat Brudder speelgoed dat is best heel erg mooi en precies gedetailleerd. Dus dat wil ik ook gewoon graag zo laten.
ik ga wel dus de motorkap, die ga ik hier doorslepen, dus dat die dus open kan. Er komt dus super heldere leds komen erin voor de verlichting, bovenin ook. Zwaailampje erop, nou, chauffeurtje erin en geluidsgenerator erop. Ik weet nog niet welke geluidsgenerator als ik ga gebruiken, maar ik denk dat ik dit keer is voor Beijer ga. Beijer die heeft echt hele mooie geluidsgeneratoren. Ja, ze kost een paar centen, maar dan heb je wel iets. Ja, als dat dus klaar is, dan kan ik dus beginnen met, dus, met dat spul te monteren. En dan weet ik ook dus waar dus waar de hele indeling geplaatst wordt. Dus dat weet ik nu nog niet. Nou, ik zal zeggen bedankt voor het kijken. En ik zie je snel bij de volgende film. Doei doei!